bestuurlijk aangegeven richting mijn ambtenaar mobiliteit Hans Veldscholten van wat mij betreft steken we hem zo in. Mm-hmm. En zal hij hier dus... 1200 mensen zitten. Ja, de vraag groeit. De vraag groeit extreem. Ja, ja. Dus in die zin moet er toch inderdaad de mogelijkheid zijn om te kijken wat kunnen we daarmee. En je wil eigenlijk naar arrangementen toe, ook met het ROC, kijken van hoe kunnen we nou ook ervoor zorgen dat mensen hun taalniveau goed kunnen... Nou, ik ben gedeputeerde voor economie in deze mooie provincie Overijssel, maar ook bestuurder van het regionaal bedrijventerrein, Business Park XL hier in Almelo. En het is natuurlijk fantastisch om te zien wat voor mooie bedrijven hier zitten. Je rijdt er heel vaak langs, maar het is nog indrukwekkender als je er binnen rondkijkt en hoort ook waar de ondernemers mee te maken hebben. Nou, we hebben vandaag vooral een rondleiding gehad door het bedrijf zelf. Maar ook gesproken met de ondernemer van Timberland, van waar, wat zijn de uitdagingen waar je op dit moment tegenaan loopt. Hoe zorgen we er ook voor dat dat mooie bedrijf hier zich thuis voelt en zich verder kan ontwikkelen op dit terrein. Maar ook voldoende werknemers vindt om al het werk wat er is te kunnen blijven doen. Het bedrijf breidt op dit moment uit. En we zijn natuurlijk ook als bedrijventerrein XL Business Park volop met het bedrijf in gesprek over hoe we dat faciliteren. Maar een heel belangrijk ander vraagstuk is dat er te weinig mensen zijn in de logistiek. Dus we moeten ervoor zorgen dat de vacatures die er zijn ook vervuld kunnen worden met de mensen die nu nog in de kaartenbak bij de gemeente zitten en bij het UWV. Dat die ook een kans krijgen om hier aan de slag te gaan. U bent hier bij Timberland. Wij hebben vandaag een bezoek gehad van de gedeputeerde van Overijssel, Eddie van Heijem. Wij hebben een stukje laten zien van onze processen binnen ons DC. En daarnaast hebben we een aantal zaken met hem besproken die toch wel belangrijk zijn voor ons in deze regio. Het betreft met name het stukje weg- en waterwegen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat met name het XL-park bereikbaar blijft in de komende jaren? Daarnaast een stukje arbeidsproblematiek, dus krapt op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we daar met elkaar een stukje helpen om dat op te lossen? Onze activiteiten, het gaat gelukkig goed met ons als organisatie. Wij gaan er een heel stuk bij bouwen. En hiervoor hebben wij ook extra mensen nodig. Dat in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt is het denk ik voor ons van essentieel belang. Dat de toegang tot dit park bijvoorbeeld dat zo goed mogelijk is.